Je bent ooit lithograaf geweest, hoor? Ja. Dus het zit wel ergens. Nou, nee, dat lithograaf, dat stelde toen niet zoveel voor, hoor. Dat lijkt heel wat, maar ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik dat altijd, dat er ooit in de pers is gekomen als lithograaf, maar het was gewoon offsetdrukker, hoor. Liepen we overal 's morgens om 6 uur in de fabriek. Als 14-jarige moest ik de machine smeren. Dat stelde niks voor. Ja, en nu zit je lekker, als je gaat schrijven, zit je lekker in Mallorca, ja. Op een kamertje. Ben je zo eens zo'n gedisciplineerd schrijver? Nou, dat moet je wel doen. Kijk, artiesten, creërende, laat ik zo zeggen, artiesten, zo bedoel ik het niet. Mensen die creëren, die zijn zo lui als de pest. Als niemand tegen je zegt dat je iets niet hoeft, dat je iets moet doen, dan doet hij het ook niet. Dus je moet echt, vroeger stond daar die stok achter de deur vanwege het feit dat op 15 augustus of wat voor datum dan ook, daar stonden er een aantal dames en heren te wachten op de grote baas die de tekstjes gaf en jongen, er wordt gerepeteerd. Dus dat moest klaar zijn. Nu is het dan weliswaar niet meer zo, maar nu is er een hele aardige uitgever die dan heel vriendelijk vraagt wanneer mijn volgende boek komt. En dan hoef ik dan niet speciaal om financiële redenen dat te doen. Maar dan heb ik toch wel een bepaalde verplichting. Ja. Maar dan ga ik wel 's morgens om op een bepaalde klok ga ik zitten. Ja. Je moet gewoon kantooruren instellen, zeg ik dan altijd. Heb je nog wensen wat betreft het schrijven? Wat je, hoe bedoel je? Nou, wat je ooit zou willen schrijven? Wat voor een boek? Wat is een droom? Nou, nee. Laat ik zo zeggen, ik heb in mijn genre, waar ik mee bezig ben, heb ik een droom. Of een droom, dat wil ik zien te benaderen. En dat is, hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, dat is een gedachte, die kan ik moeilijk onder woorden brengen, omdat dat klinkt dan zo vaag. Het is me in het 5e boek, wat dus in oktober uitkomt, Dodelijk Visioen. Heb ik het al geprobeerd en daar begint het een beetje vorm te krijgen wat ik wil. En je gaat niet die vaagheid nu proberen even te vertellen? Nou, laat ik zo zeggen, een thriller moet altijd gaan over, over bommen die neergelegd worden of dingen. Ik vind het zo aardig om nou eens iets te schrijven van twee mensen. En dat er verder niets anders gebeurt dan twee mensen op een flat. Ik geef ter plekke een voorbeeld, hoor. En daar gebeurt het. 300 pagina's lang. Ja. Ja. En dat heel spannend maken. Moet ik nog voorbeelden geven? Ja, nee. Ik weet niet wat voor voorbeelden ik moet hebben. Rear Window is een voorbeeld. Ja, absoluut. Ja, precies. Waar heb je? Who's Afraid of Virginia Woolf? Ja. Ja. Op de heide, er zat een grijze oude vrouw. En daar heel stilletjes te schrijden, wat het lot haar zeggen brouw. Wat het lot haar brouwen zeg, wat het lot haar brengen zou. Klein foutje. Haar dochtertje had haar verlaten en woonde in een hier van pluishuis. Pluis van ze pleeg, de huis van plezier. Klein foutje. En lonkte de mannen op straten en ging er dan zwier aan de zwaar. Daar zat ze verlaten en alleen. En daar zat ze verlaten en alleen. Tom nu keurig, kom nu terug. Kleine Johanna, kom nu terug. Jijne Kloja. Het is een vergeten
voor mij, een kleine Johanna, tot me weer mee kijkt. En kom, kom weer bij mij. En te vergeefs wacht zij op telefoon. En te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Vele weken is dit nu mijn oorslaan uitgelopen. Daar zit ze verlaten en alleen en werpt een blik. Door het venster heen. Kom nu terug, een kleine Johanna, ik kom er nu terug. Een kleine Johanna, het is er vergeten, het is er voorbij. Een kleine Johanna, ik kom er weer bij mij. Helemaal goed. Als het kerstnacht is geworden, als het worstnacht is gekerden, als het kerstnacht is geworden. En de kerkklok het 12 het slaat, zit zij voor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Klok, 11 slaat, 12 slaat. Er zit zij voor 2 een lege borden, 1 voor de vis, 1 voor de graat. Dan klopt er iemand aan haar deurtje. En dan belt er iemand aan haar deurtje. Belt er iemand aan haar deurtje. En zij denkt, wie zal dit nu wel zijn? Maar dan ruikt zij reeds het motortje. En door het sneeuwgordijn. GELACH
en door het sneeuwgordijn. Ik heb u niet meer. En met een Jan vol proviand. Johanna is weer in het land. Ze is weer terug. Kleine Johanna. Op moeders mestje. Op moeders nestje. Op de oude steen. En het huisje op de heide. Hing voortaan. Hees je wel de vrouw. Wel de haasje vrouw. Nee, bruisje het de vrouw. Op de oude steen en het huisje heet voortaan Sneetje Smurrebruid. hoe heet dat dat ding dan? Huisje wel tevreden. Ik zeg Hermans, Toon Hermans. Ja. Nou, Hermans vind ik de allergrootste toneelpersoonlijkheid die, ik zeg ik het heel, heel sterk, die deze wereld in de afgelopen 50 jaar gekend heeft. Er is geen theaterpersoonlijkheid. Ik heb het niet over hetgeen wat hij doet, want dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Ik vind het fantastisch wat die man doet, hoor, maar daar zal ik het even niet over hebben. Ik heb het over theaterpersoonlijkheid en ik heb echt, ik denk haast alle grappenmakers, entertainers uit de afgelopen jaren gezien. Hermans is de grootste toneelpersoonlijkheid die we in de wereld gekend hebben. Het is geen betere geweest. U bent laat. Ik zag u net het pad afkomen. Kun je zo mooi zien als mensen laat zijn, dan komen ze zo het pad af. Zo van. Kom zeker van buiten, hè? Ja, ik zag u binnenkomen. Dus, Nou, leuk. Ik bedoel, ik zag het plaatsje leeg en toen kwam u zo het pad af en dan kon u meteen op de hoek daar zitten. Hè? Dat was gezellig. Poep, poep. Ja, er zijn wel eens mensen laat en dan moeten ze door een hele rij en dat is natuurlijk veel gecompliceerder. Dan moeten ze langs al die knieën zo van, weet je wat. Maar dit kwam heel mooi uit. Ja. Nou, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik zei tegen de mensen die er al waren, ja, nee, dan weet hij zo'n beetje waar we gebleven zijn, hè. Ik zei niks, geloof ik, eigenlijk, hè. Nee, ik zong niets. Ja, ik had net twee liedjes gezongen, toen kwam hij binnen. Ja, maar ik wou dan zeggen, laat ik het zo zeggen, ik wou zeggen, u bent gul, want u applaudisseerde zoveel na die twee liedjes. En toen wou ik eigenlijk zeggen, u bent gul. Ik heb het niet gezegd, daarom zeg ik het nu maar. Maar dat is trouwens in Amsterdam zo de gewoonte. Wij zijn hier gewoon deze maanden dat we hier spelen in dit grote, heerlijke theater Carré, in die tijd zijn we gewoon verwend. Het is bijzonder leuk geweest, mensen. Oh, zeg, wat hebben we het leuk gehad. Nog maar eventjes, zondag is het afgelopen. Nou, dat vind ik verschrikkelijk, hoor. Ik vind het gewoon vreselijk jammer, zeg. Geloof je dat? We hebben het zo gezellig gehad. Er is hier, elke avond is hier stemming en een mum van tijd. Soms heb ik er twee mummen voor nodig, maar meestal niet. Weet u, ik heb zo'n idee. En dat bedoel ik helemaal niet aanmatigend, maar ik heb zo het idee, als je zo'n paar jaar meeloopt in het theater, dat op den duur alle mensen kennissen van je geworden zijn. En dat is een machtig gevoel. Dat is, daar ga ik prat op. Mensen vragen wel eens, wat ga je erop? Prat, zeg ik dan altijd, hè?
Wat ik ook zo fijn vind bijvoorbeeld is, u kent mij niet alleen, maar u kent mijn hele familie. U kent mijn hele familie. Bijvoorbeeld mijn vader, daar zult u beslist wel eens ooit iets van gehoord hebben, dacht ik zo. Ja, Vaandel, kun je dat zeggen? Ja. En mijn zuster is u waarschijnlijk ook niet onbekend, hè? Stoel, ja, ja. Dat maakt het juist zo gezellig, u kent mijn hele familie. Mijn zuster is nog steeds niet getrouwd, hè? Nee, mijn zuster is nog niet getrouwd. Ze is 100 keer gevraagd om te trouwen. Door mijn moeder dan, hè? Het ligt niet aan haar, want het is een struise meid, hoor, mijn zuster. Ja, die struis, zeg. Ze is te struis, geloof ik, als je mij zegt. Het is net een struisvogel als je dat ziet. Maar het is een leuke vrouw. Ze is goed gebouwd. Goed bouwjaar. Ze heeft de benen van Brigitte Bardot, de vader. Ja. Ja. Ik zal er eens meenemen, kunt u er eens zien. Want ik heb er al zo vaak over verteld. Maar het is een sympathieke vrouw, zonder gekheid. Mijn zuster is echt... Wat zegt u? Ze is net jarig geweest. Dan weet je nog niks, hè? Nee, maar het is een vlotte meid, hoor. Echt. Het is een hele leuke meid. Mijn zuster, ik zal er eens meebrengen. Ik kan niet meteen zeggen hoe oud ze is. Ik bedoel, dat is natuurlijk weer... doet me aan antiek denken. Hè? Iemand die antiek koopt, die vraagt ook hoe oud is het. Hè? Maar bij mensen doe je dat niet. Er zijn belangrijker dingen in het leven dan hoe oud is ze. Maar sympathiek is ze. En dat is belangrijk. Ze heeft iets in haar ogen, mijn zuster. Ze heeft wat in haar ogen. Niet altijd, maar soms zit ze zo te wrijven. Zo ze... Huh? Huh? U kent mijn hele familie. Tante Stien, herinnert u zich die nog? Tante Stien, ja. Of ik u vooral de hartelijke groeten wilde doen van haar. Ze woont in Zwitserland op het ogenblik. Ze komt af en toe nog eens over, maar ze woont in Zwitserland. Ze heeft daar een skelet. En... Maar ze was laatst nog in Amsterdam en toen heb ik nog met haar gegeten in de stad. Maar dat doe ik nooit meer. Ik ga nooit meer met tante Stien eten, dat weet ik nou al zeker. Want je zou eigenlijk eerst aan de mensen moeten vragen, hoe eet u? Voordat je ze vraagt om mee te gaan eten. Want ik wist dat niet, maar die at zo verschrikkelijk onbeschoft, zeg. Ik heb er geen ander woord voor, gewoon ordinair. Ik nam haar mee naar een klein restaurantje in de stad. Nou, ik heb me geschaamd, zeg. Ze hield niet op. Wat op de kaart stond, heeft ze gehad. Op een gegeven moment, toen zeg ik, tante Stien, heb u wel eens een digestie gehad? Dan zegt ze, nee, maar bestel het nog was. Ja, nou lach ik erom, maar toen ik er zat, ik vond het vreselijk, zeg. Het was gewoon onesthetisch, hè. Wat kunnen mensen toch bar veel eten soms, hè? Ze hield niet op. Boah. Dat noem ik geen eten. Dat is vreselijk. Ik wil je net om een advies vragen. Dat doe ik eens. Ik ga namelijk een heel groot showprogramma presenteren, ja, voor de publieke omroep. Ja, ja. Iets wat ze volgens jou dus niet moeten doen. Nee, je moet ze absoluut niet doen. Ja, wat is het? Ik ga het dus toch doen. Ik sta daar zo meteen op zo'n trap. Ja. En ik kom naar beneden. Geef me eens een goede hint. Help me eens. Wat moet ik doen? Wat moet ik vooral laten? Wat je vooral moet laten? Ja. Nee, geef eens een tip. Je hebt veel daar. Ik heb geen show van televisie, hoor. Maar je hebt wel veel in theater gestaan. Ik heb geen idee. Je stelt onmogelijk. Dat is niet waar, want moeilijke vragen. Moet je luisteren. Ik heb de eerste week hebben gesproken met Rudy Karel. Die zei, in ieder geval... Ja, maar Rudy is echt een televisiemaker. Ja, het gaat er gewoon om publiek. Contact publiek, weet ik veel, grote shows. Je hebt grote shows gemaakt. Nou, wat je dus in ieder geval niet moet doen als je televisie gaat maken, die fout die maakte ik altijd. Je moet in ieder geval op de camera blijven kijken en niet naar het publiek kijken. Maar dat kunnen wij, theaterartiesten, niet. Ons publiek is dat wat er in die schouwburg zit. En ik kijk altijd langs de camera, nooit erin. En je moet thuis naar Mienert Urk kijken en zeggen, Mien, hier ben ik. En ik doe het voor jou, Mien. En zo moet je het doen. En dat deed ik nooit. Ik keek altijd naar die zaal en naar boven en naar weet ik veel. Dat is fout.
Mien. Manny Dim. Ja. Dit was hem. Mien. Dit was Henk hem. Elsink. Ja. Vond het leuk. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Adios. Wat komt er eigenlijk vanavond? 24. Hans van der Tocht. Leuk. Oké. Ik zag je eens staan in Koog aan de Zaan en een zuurhuis ter Veen liep jij toen alleen. En al mijn gedachten die waren in drachten bij jou, maar jij was al een vrouw. En toen in Leeuwarden kon ik het niet harden, ik zag je gezicht in de trein naar Maastricht. Ik zat uit te kniezen ter hoogte van Diezen, zeg ik het er ja, zeg ik het er nee. Ik raapte mij niet ter hoogte van Groet en in Hooglanderveen had ik het bijeen. Want een uur of vier van een schreeuw wist ik een plekje voor ons twee. Dat was een kroegje in Heemskerkerduin, met een witte bank in de tuin. Daar wist ik dat je zwichten zou en gauw, gauw, gauw. Niet met vaste pas door de eerste klas, want ik zag in de zaal je daar binnen gaan. Maar kel catastrofe, wat ik in Vollenhoven niet wist, de trein was gesplitst. Het spoorboek heb ik nooit begrepen, en dat was een kruis in Hellevoetsluis. Dus liep ik toen vast in Lutjegast, en daar sliep ik toen, maar daar sliep ik niet. Want ik dacht aan jou, die ergens in Grauw of alleen in Smet, in een tweepersoonsbed, terwijl een uur of vier van een schree, dat plekje was voor ons twee. Dat was een kroegje in Heemskerkerduin, met een witte bank in de tuin. Daar wist ik dat je zwichten zou en gauw, gauw, gauw. Afijn, via Gein, via Oude Rijn, via Kudelstaart en Heer Hugo Waard, via Scheveningen en Heverdingen, de Peel, via ach, weet ik veel. Het treinabonnement was versleten, het was in Goes niet meer dan een bus. Toen dacht ik in Ede, ik stop er nu mede, want dit wordt te gek. Het was al te gek, ik was ten einde raad. In Lange Straat ging retour via Huin naar Heemskerkerduin. Toen ik er kwam, wist ik niet wat ik zag. Het was wat je noemt een harde slag. Je zat in kroegje in Heemskerkerduin, met de treinconducteur in de tuin. Je wist dat hij daar zwichten zou. En gauw, gauw, gauw. Nice to see you, how do you do? Wat leuk u te zien. En dit gebouw is nou de Big Ben, die ik alleen van plaatjes ken. How do you do? Beste Bobby, zeg het verkeer, dat gaat goed verkeerd. Ach Piet, ze zijn hier links, dat zijn die little things die wij op onze school deze uit ons het hebben geleerd. How do you do? Wat een palace, maar ik heb de Queen nog niet gezien.